die andere kant wordt het afgekoppeld vanuit het hoofd. De schouders gaan eronder. Koperdieven hebben voetbalvereniging LMO op Rotterdam-Zuid zwaar gedupeerd. Maar de jeugdteams kunnen morgenochtend 8 uur gewoon spelen. Ik ben aan het zagen, koppeling eraf te halen. Die we nodig hebben. Maar gaan jullie dat allemaal redden voor morgen? Dat is wel de bedoeling. Als het lukt. In kleedkamer 5 en 6 zijn vorige nacht de leidingen van de wc en de douche met grof geweld van de muren gesloopt en meegenomen. Vrijwilliger van ons heeft om 1 uur, half 1 is hier heel toevallig geweest. Moest even een paar spullen ophalen, hoorde waterspuit. Ik denk, wat is dat? En ja, alles compleet onder water. De club van oudspeler Giovanni van Bronckhorst heeft ook 2 kleedkamers met uitsluitend leidingen van Tyleen. Die hebben de dieven met rust gelaten. Maar bijna al het koper is verdwenen. Ja, de wc waarschijnlijk als trappetje gebruikt. Niet helemaal goed gegaan, waardoor ze ook de woede op de muur hebben afgekoeld. 2 douches echt compleet weg. Het leidingwerk is van de muur af. Het ziet eruit alsof iemand dit van tevoren heeft bedacht. Ja, het zou kunnen. Ik zou het ook niet weten. Misschien lopen jongens wel rond hier. En tegenwoordig overal lopen ze. Nou, dat zullen ze weggehaald hebben voor 4 tientjes. En qua schade heeft u? Over de 1000 euro's, ja. Dus vandaag is er aangifte gedaan. Dan wordt de verzekering ingeschakeld. Dan, ja, je moet maar zien of je terugkrijgt. Maar voorlopig zit wel even met ellende.